landloon kun je vinden tussen Waalwijk en de Loonse en Drunense Duinen. Een mooi gebied. Hier zien we het huis Plantloon. Daarnaast ligt de hoeve. Hoeve Plantloon met een grote schaapstal. Net achter hoeve Plantloon ligt nog een stuk van de turfvaart, welke Paul van Haastrecht, heer van Venloon, in 1396 liet aanleggen. Het is januari, de bomen zijn nog kaal. Prima om vogels te zien. De boomkruiper is een stuk minder opvallend dan zijn bijna naamgenoot de boomklever. Boomkruipers zijn bruin gevlekt van boven en roomwit van onderen. De spitse snavel is omlaag gebogen en zeer geschikt om insecten uit spleten in boombast te peuteren. Daarbij is de boomkruiper prima gecamoufleerd. Zijn verenpak lijkt sprekend op boombast. Vaak zie je de roodborst bol zitten, dan zit er lucht tussen zijn veren. Een prima isolatie tegen de kou. Deze boom staat al 30 jaar zo te kijken. Hij is helemaal hol van binnen. Vroeger haalde de mens de molm eruit, een voedingsbodem voor orchideeën. Hier zien we een boom met 4 stammen. Een prima vogelbadje voor de vogels. Deze vogel, de blauwe reiger, zag je vroeger in de winter niet in Nederland. Hij trok weg naar het zuiden. Nu zie je hem overal. Scharrelend bij vijvers en zelfs in de steden zie je hem volop. Een houtduif. Een beukennootje. Hier is een grote tak uit een boom gewaaid. Een enorm gevaarte. Een ondergelopen weiland, een prima plek om voedsel te zoeken. Het galgenwiel is ontstaan na een overstroming. Het is nu februari, de winter slaat nog toe. Het galgenwiel is dan een prima plek om te schaatsen. We zien een wintergast, de koperwiek. Het koperkleurige zie je aan de zijkant van zijn vleugels. Het verhaal gaat dat de winterkoning, die toen nog geen winterkoning heette, bij een wedstrijd om het koningschap der vogels op een slimme manier won. De vogels besloten een wedstrijd te organiseren en de vogel die het hoogst kon vliegen zou koning worden. De winterkoning schatte zo in dat hij kansloos was, tenzij hij een list verzon. Hij verstopte zich in de veren van de arend en toen de arend niet meer hoger kon komen, begon de winterkoning aan zijn vlucht. Sindsdien houdt hij van trots zijn staartje omhoog. Hé, een middelste bonte specht, een zeldzaamheid. Staartmezen zijn zeer sociale dieren. Vooral buiten het broedseizoen leven deze pingpongbal met staartvogels in kleine groepen. Dwarrelend door twijgen en bomen roepen ze voortdurend naar elkaar. Blijft een lid van de groep ergens hangen,
Dan wordt er gewacht tot de achterblijver weer bij is. Vooral bij ringonderzoek is dit opvallend. Wordt één lid van de groep gevangen, dan wacht de rest van de groep tot de ongelukkige weer losgelaten wordt, alvorens hun tocht te vervolgen. In najaar en winter is het tjak-tjak-tjak van de kransvogel zeer regelmatig te horen. Wie het geluid eenmaal kent, hoort het overal. De vrouwelijke bloemen van de hazelaar zitten met 3 tot 4 stuks in een klein knopje bij elkaar. De pimpelmees is een behendige buitelaar. Hij heeft zich net gewassen en zit zich nu te poetsen. De ree, Capriolus capriolus, is een klein algemeen soort hert dat voornamelijk in Europa voorkomt. Hij heeft nu nog zijn bruine tot zwarte kleur, de winterkleur. Zo valt hij minder op in het landschap. Een spechtensoort in opmars in Nederland is de Middelse bonte specht. Deze soort, die qua grootte tussen de grote en de kleine bonte specht in zit, houdt van oud eikenbos. Omdat de Nederlandse bossen steeds ouder worden, zal het aantal Middelse bonte spechten de komende decennia hoogstwaarschijnlijk toenemen. De mannelijke katjes van de hazelaar. De boomklever dankt zijn naam aan het vermogen bomen zowel omhoog als omlaag te beklimmen. Boomklevers zijn hole broeders en staan erom bekend de opening van hun broedholte te verkleinen door te metselen met modder. Ook de das is gesignaleerd in planten. Op diverse plaatsen kun je zijn graafpersen mede volgen. Hier zie je heel duidelijk zijn krabsporen. 5 nagels. Sneeuwklokjes zijn stinsenplanten. De bloem lijkt wit, doch is het feitelijk kleurloos. Een fijngeknepen bloembad blijkt glashelder te zijn, doordat de luchtbeltjes tussen de bladcellen dan weggeperst zijn. Het is deze lucht die het invallende licht in alle richtingen weerkaatst, waardoor de mens het als wit waarneemt. De blauwe reiger vist graag in ondiepe sloten. Hier heeft hij een pad te pakken. De blauwe reiger eet vissen van 10 tot 16 centimeter lengte. Dat is het hoofdgerecht van de blauwe reiger. Hij pakt voren, forellen, stekelbaars, paling, baars, snoek, grondel, zilt, alver, karper en brasem. Verder eet hij amfibieën, zoals hier de pad. Maar hij pakt ook wel eens kikkers, reptielen zoals de ringslang, insecten, wormen, rivierkreeften, slakken, steurgranalen, soms jonge vogels, maar ook kleine zoogdieren als mollen, ratten, waterratten, veldmuizen, waterspitsmuizen en konijnen.
De wilde eend is zonder twijfel de bekendste watervogel. Het mannetje, de woerd, waarvan we hier twee zien, is de enige eendensoort die twee gekrulde staartveren heeft. Het mannetje is prachtig gekleurd. Het vrouwtje gaat meer gecamoufleerd door het leven. Het is dan ook het vrouwtje dat op de eieren zit, verscholen in de oevervegetatie of een hooiland. Winters steekt bij het vrouwtje, de hinde, een bosje witte haren tussen de achterpoten naar achteren, dat op een staart lijkt. Hiermee waarschuwt het ree voor gevaar. Het volwassen mannetje, de reebok, heeft een eenvoudige wei, bestaande uit meestal 2 tot 3 punten. Reebokken met 4 tot 5 punten zijn meer uitzonderingen. Het gewei is meestal max 20 centimeter lang. 'S Winters groeit het gewei en de basthuid wordt afgeschuurd tussen maart en juni. Hier kun je deze basthuid nog heel goed zien. Hij duikt een beetje fluweelachtig aan. De belangrijkste voorwaarde voor de aanwezigheid van putters is een rijke vegetatie met veel composieten, distels en paardenbloemen. Deze planten produceren de zaden waarvan de putter vrijwel geheel afhankelijk is. We nemen een kijkje bij de oude brandput, net voorbij de achterste hoeve. Een plek waar je kikkers kunt waarnemen. Het is maart. De heikrikker trekt al vroeg naar zijn voorplantingswateren. Meestal in maart, tussen mei en juni, is de voorplantingstijd voorbij en trekken de kikkers weer naar hun zomerverblijf. In de zomer is de heikikker meer op het land te vinden. Als het te warm is, wordt de waterkant opgezocht. Ze kunnen tot ongeveer 1 kilometer van het water worden aangetroffen. In de zomer zijn de kikkers 's nachts actief. Heel typerend aan de heikikker is zijn geluid. De veldmuis woont meestal in een nest dat op een diepte van ongeveer 50 centimeter kan liggen, in een zelfgegraven gangenstelsel. Het nest is gemaakt van hooi, gras en plantenstengels. Soms ligt het nest ook bovengronds. Vanuit het nest lopen lange gangen met meerdere uitgangen naar de oppervlakte, sommige wel 6 meter lang. Ook zijn er 1 of meerdere kamers in het gangenstelsel te vinden waarin voedsel wordt opgeslagen. Met zijn geroffel op een holle tak bakent de grote bonte specht zijn territorium af. De ree heeft een kop romplengte van 95 tot 140 centimeter, een lichaamsgewicht van 16 tot 35 kilo en een schofthoogte tussen de 60 en 90 centimeter. Mannetjes zijn over het algemeen iets groter als de vrouwtjes. De buizerd is waarschijnlijk wel de bekendste Nederlandse roofvogel. Niet erg toegerust op het vangen van snel bewegende prooien, zoals bijvoorbeeld valken dat kunnen. Buizers moeten het dan ook meer hebben van muizen, zieke konijnen, wormen en aas. Dat aas werd hen helaas noodlottig. In het verleden en nog steeds werden buizers vergiftigd door mensen die de roofvogels als concurrenten beschouwen. Konijnen en hazen werden ingespoten met gif en daardoor sneuvelden vele roofvogels. Het is april en de eerste vlinders komen tevoorschijn, zoals deze prima gecamoufleerde citroenvlinder. Hij valt weg van een blad. Ook de merel beginnen te nestelen. Mos en grassen worden verzameld om zo een nest te maken. En ook de holenbroeders worden actief. Hier zien we het hol van boomklever. De boomklever is gebonden aan het voorkomen van spechten, welke het broedholte uithakken, waarvan de boomklever gebruik maakt.
Het voedsel van de boomklever wordt gezocht door nauwkeurig de schors van bomen te inspecteren op insecten. Al eerder zagen we de citroenvlinder. Dit is de dagpauwoog. Allemaal vlinders die overwinteren als vlinder en als eerste tevoorschijn komen. Zo ook Gagata Aurelia. Ook deze overwintert als vlinder en gaat vliegen zo gauw de temperatuur het toelaat. De boompieper leeft graag aan de rand van bossen en open plekken. De hulst komt voor in beuken en eikenbossen. De boom verdraagt een zure grond. De langzaam groeiende boom kan tot 10 meter hoog worden en wordt gemiddeld 100 jaar oud. De leerachtige bladeren van de hulst zijn getand en voorzien van stekels. De bladeren van de witte dovennetel zijn evenals die van de brandnetel getand. De naam dovennetel is hiervan afgeleid. Hij brandt namelijk niet. Bovendien is het sap uit de bladeren van de dovennetel te gebruiken om de pijn van een steek van een brandnetel te verminderen. Hij dooft als het ware de pijn. Net voorbij de achterste hoeve bevindt zich een beukenlaan. En daar zien we dit jonge beukje. Het zal nog wel wat jaren duren voordat hij net zo groot is als deze. We zien er ook het lelietje van Balen. De bloemen en wortels worden door de farmaceutische industrie verwerkt, omdat deze de hartwerking kunnen beïnvloeden. In oude geschriften uit de 16e eeuw is te lezen dat deze kennis toen al bekend was. De boomklever zoekt op de bas van de boom naar insecten. In het najaar verzamelen ze beukennootjes en eikels om genoeg voedsel te hebben tijdens een strenge winter. Boomklevers zijn echte bouwvakkers. Nestopening wordt precies op maat gehakt of gemetseld, zodat andere soorten er niet in kunnen. Zaden en noten zetten ze vaak tussen bas van de boom vast. Van oorsprong is de roodborst een vogelsoort van bosranden en kleine bosjes in meer open gebied. Het nest wordt laag boven de grond gemaakt in een boom, muur of klimplanten. Het is een slordig nest van grassen en bladeren. De Salomonszegel komt tevoorschijn. Daar waar bossen zijn, komen pimpelmezen voor. De Europese verspreiding van de pimpelmezen volgt dan ook precies de verspreiding van bossen. Boomloze gebieden komen niet in aanmerking voor bewoning door pimpelmezen. De paartijd van het lieve heersbeestje valt in april en mei. Er worden 100 tot 200 eieren gelegd. De totale levenscyclus, ei, larve, pop, kever, duurt 4 tot 7 weken. Met zijn lange gekromde klauwen kan de rode eekhoorn makkelijk in bomen klimmen en van tak naar tak springen. Tijdens een sprong spreidt hij zijn ledematen, waarbij de losse huid op de flanken het dier helpt in de lucht te blijven. De pluimstaart dient als roer, waarmee hij zijn sprong kan sturen. De winterkoning is één van de meest voorkomende vogels in Nederland. Ze zijn klein, maar behoorlijk luidruchtig. Je hoort ze dan ook veel makkelijker dan dat je ze ziet. Het zijn bosvogels, maar ze broeden tegenwoordig overal waar bomen op bosjes staan. De opvolger van Paul, Dirk van Haastrecht, richtte in het uiterste noorden van het gebied een galg op, om aan te duiden dat het zijn rechtsgebied betrof, waar de heer van Waalwijk niets over te zeggen had. Aldus komt het galgenwiel aan zijn naam. Dit is geschied in 1396. Hier zien we een paar grauwe ganzen. Bij Hoeve Plantloon staat de krent al prachtig te bloeien. De nelgans leeft voornamelijk op het land. Hoewel hij goed kan zwemmen, in het broedseizoen verdedigt hij een territorium. Soms
zelfs zeer agressief. We zien de vrouwelijke bloemen van de larix, oftewel lork. Aan zijn zang is de fytus makkelijk te herkennen. Met zijn uiterlijk alleen is het moeilijker. Het verschil tussen fytus en tjiftjaf is moeilijk te zien. Gewoon speenkruid, oftewel kattenklootjes. De naam speenkruid is volgens sommigen afgeleid van de vorm van de knollen, die op kleine speentjes lijken. Smeerwortel. De weide kleurt wit van de pinksterbloem. Het is lente. En we zien de eerste bonte zandoogjes. De ree is een knappelaar. Hij eet bramen, bessen, twijgen, scheuten, knoppen en loten van struiken en bomen. Als rozenstruiken en coniferen, kruiden, grassen, bladeren, noten, paddenstoelen en landbouwgewassen als tulpen, granen en kroppen. Zomers voedt hij zich ook met jonge blaadjes en in de herfst met eikels en knoppen en twijgen. Zwarte kraaien zijn bij veel mensen niet bijzonder populair. Dat is erg jammer. Kraaien doen niets verkeerd. In de natuur bestaat dat niet. Ze eten enorm veel inmelten. Inmelten zijn schadelijk voor de landbouwgewassen. Ook de zanglijster is een nuttige vogel. Hij eet enorme hoeveelheden insecten, wormen, duizendpoten en pissebedden. De eerste knoppen verschijnen aan de paardenkastanje. Ook de varens ontluiken. De bloeitijd van de witte dovennetel is van april tot oktober. De plant kan tot 1,5 meter hoog worden. Het zaad heeft een mierenbroodje, waardoor het door mieren verspreid wordt. De groenling, hier het mannetje, doet zijn naam eer aan. Hij is helder groen. Allerlei tinten groen zijn in het verenkleed van de groenling terug te vinden. De stevige snavel wordt gebruikt om zaden mee te kraken. Dat doen ze op een bijzondere manier. De vogel trilt als het ware de zaden in de snavel, ondertussen de maaltijd ronddraaiend. Op deze manier trilt de vrucht uit de schil los en wordt opgegeten. Hier zien we ook het vrouwtje. Op Vlier groeit de Judasoor. Onder gunstige, vochtige omstandigheden is het 2 tot 6 centimeter grote Judasoor een satijnzachte, donkerroze zwam die zacht aanvoelt. De tjiftjaf kan bijna overal gehoord worden. In het voorjaar en de zomer althans. Want tjiftjaffen zijn ondanks hun gewicht van enkele grammen trekvogels die in Noord-Afrika overwinteren. Tjiftjaffen zijn bosvogels die houden van een rijke ondergroei, veel struikgewas en lage bomen. Tussen de schors van een omgevallen boom is de winterkoning bezig een nest te bouwen. Het nest bestaat uit mos, bladeren en gras. Meestal wordt het gebouwd in struikgewas of in houtstapels. Het mannetje bouwt meerdere nesten, waarna het vrouwtje uiteindelijk één nest uitkiest om in te broeden. Als het vrouwtje op de eieren zit, probeert het mannetje een ander vrouwtje te lokken in één van de andere nesten.
De rode klaver staat te bloeien. We zien een oranje tipje, een vrouwtje. De vlinders ontpoppen in maart of april en worden hoogstens 3 weken oud. Ze eten in die periode niet en drinken alleen nectar. De mannetjes die eerder uitkomen gaan actief op zoek naar vrouwtjes om mee te paren. Na het afzetten van de eitjes gaat het vrouwtje snel dood. Hier zien we look zonder look. Ook dat is de baardplant van het oranje tipje. Hier zien we de reeën tussen de pinksterbloemen. Ook een waardplant van het oranje tipje. De ree is vrij selectief en eet enkel de meest voedzame delen van een plant. Tussen eten en herkauwen zit meestal zo'n 1 in de zomer tot 2 uur in de winter. Gelukkig verschijnen er steeds meer pinksterbloemen in de weilanden. Goed voor de verspreiding van het oranje tipje. Maar ook het klein geaderd witje is gek op pinksterbloem. De ree wordt maximaal 20 jaar oud, maar de meeste dieren worden in het wild slechts 7 of 8 jaar oud. Vrouwtjes worden iets ouder dan mannetjes. De bonte vliegenvanger heeft een sterke opmars gemaakt vanuit Centraal-Europa. Enkele decennia geleden was de bonte vliegenvanger nog een zelden in Nederland geziene vogel. Tegenwoordig is deze tweekleurige verschijning op vele plekken te bewonderen. Hondsdraf is een geneeskrachtig kruid, toegepast tegen onder meer jeuk en wonden. Het werkt ook tegen de jeuk die men krijgt van brandnetels, waar het dikwijls bij in de buurt groeit. Ook is het in gebruik in de bierbrouwerij. De ree leeft in bosachtige streken met open plekken en aangrenzende velden. Soms is hij ook te zien in hoge heidevelden. In de schemering waagt hij zich in open terrein om te grazen. Maar hier, in Plantloon, zie je hem overdag ook heel erg vaak. Wist u dat de vrucht van een paardenbloem een nootje is? Aan het nootje zit het gesteelde vruchtbluis. De nootjes worden door de wind verspreid. Het is mei. De paardenkastanje staat te bloeien. De bloeiwijze is een eindstandige bloempluim, kaars genoemd. Deze staat bij de achterste hoeve. Een machtige boom, prachtig om te zien. Stiltegebied. U hebt het bordje misschien ook al wel eens zien staan. Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord stilte betekent hierbij niet dat er geen geluid in het gebied waarneembaar is, maar staat voor de afwezigheid van storende, voor de omgeving vreemde geluiden. De platbuik is een forse libel, die niet zo lang is als sommige andere soorten, maar goed opvalt door het duidelijk afgeplatte achterlijf, waaraan de naam platbuik te danken is. Dankzij het afgeplatte achterlijf is de platbuik in België en Nederland niet met andere soorten te verwarren. De kleur van het achterlijf is blauw bij de mannetjes en geel bij de vrouwtjes.
Het is een gedrongen libel die door zijn brede en afgeplatte achterlijf en de opvallende basisvlekken op de vleugels goed van andere soorten, zoals de bruine korenbout, te onderscheiden is. De platbuik kan een lichaamslengte bereiken van 39 tot 48 mm. De vrouwtjes blijven in de regel iets kleiner dan de mannetjes. De bloemen van de Gelderse roos worden vooral door insecten bezocht vanwege de honing. Typisch plantloon. Paadjes omzoomd met struiken en lage begroeiing. Een ideale plek voor reeën en ander wild om zich te verschuilen. Een spreeuw is op zoek naar voedsel. Hij loopt hier in de schapenwei. En daar is altijd wel iets te vinden. Vooral bij de achterkant van de schaap. De violette loopkever is vooral bij tuinders geliefd. Hij eet namelijk slakken en aan wortels vretende insectenlarven. Het paartje wilde eenden bij het galgenwiel heeft ondertussen voor nageslacht gezorgd. Na 4 weken broeden zijn de jongen ter wereld gekomen. De wilde eend krijgt zo'n 8 tot 10 jongen. De gemiddelde leeftijd van een wilde eend is 15 jaar. De oudst bekende wilde eend werd 29 jaar. Een klein koolwitje doet zich te goed aan de nectar. Een klein koolwitje kent 3 tot 4 generaties per jaar. De eerste generatie vliegt tot eind juni. Het is mei en dat betekent dat de ree een andere kleur krijgt. Hij wisselt zijn wintervacht in voor de zomervacht. Hier is duidelijk te zien dat hij begint te verharen. De zwartkop is een succesvogel. Door steeds natuurlijker bosbeheer en het ouder worden van de bossen is het aantal zwartkoppen sterk toegenomen. Door deze ontwikkelingen is het zangtalent van de zwartkop overal in Nederland te horen. In vergelijking met naast de familie de tuinfluiter gaat de voorkeur uit naar oudere bomen en struiken. Zwartkoppen danken hun naam aan de zwarte veertjes bovenop de kop, als een zwarte alpinopet. De vrouwtjes van de zwartkop heten ook zwartkop, maar hebben een roesbruin petje. De rest van de vogels is vrijwel egaal muisgrijs van kleur. Dit insect kennen we allemaal, de meikever. De adderwortel is een overblijvende plant uit de duizendknoopfamilie. De naam is afgeleid van de slangachtige wortel. Het boomblauwtje zit zich lekker op te warmen. Zijn waardplanten zijn sporkenhout, wegendoren, klimop enzovoorts. De koekoeksbloemen gaan bloeien als de koekoek in het land is. Verder hebben ze niets met elkaar te maken. De koekoeksbloem bloeit van eind april tot diep in de winter. Look zonder look is makkelijk te herkennen. Na het wrijven van een blad komt er een geur vrij die op uien lijkt. De Salomonszegel is ondertussen uitgegroeid en staat te bloeien. Hij wordt tegenwoordig gerekend tot de aspergefamilie. Een prachtige kleurrijke vogel, de gaai. Vroeger heette hij Vlaamse gaai.
Overal kom je in Plantloon het fluitenkruid tegen. De plant werd door Jacques P. Thijssen ook wel Hollandse kant genoemd. Dit omdat de bloemen fijn van vorm zijn. Het fluitenkruid dankt zijn naam aan het feit dat van de stengel fluitjes gemaakt kunnen worden. Om een fluit te maken moet bij een holle fluitenkruidpijp met onderaan een dichte knoop ongeveer halverwege een snee overlangs gemaakt worden. Goudvinken zijn, ondanks het fraaie kleurvertoon van de mannetjes, niet zulke opvallende vogels. Dat komt onder meer doordat ze niet erg bewegelijk zijn. Ook de geluiden die de vogels maken zijn niet erg opvallend. Behalve voor wie weet waarnaar hij of zij moet luisteren. Een treurig, zacht roepje. Goudvinken kom je tegen in oude en jonge naaldbossen. Gemengde bossen, loofbossen, parken en grote tuinen met veel variatie en ondergroei. In de ondergroei maken ze een nest. In boomgaarden wordt een goudvink door fruittelers niet graag gezien. Ze eten namelijk in groot tempo de knoppen op. Hij lust zaden, bessen, noten, knoppen en insecten. Als er in een boom meerdere gaten boven elkaar zitten van de specht, noemen we dat ook wel een spechtenplet. Spreeuwen zijn net als mezen echte holenbroeders. Ze nestelen in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten, maar ook in huizen en gebouwen. Spreeuwen tasten de bodem van weilanden en graslanden af op zoek naar insectenlarven. Op bemoste zandgrond keren ze het mos om op zoek naar emelten en andere larven van bodembewoners. Ze zijn uiterst talrijk en broeden van april tot juni. Het enige legsel heeft gemiddeld 5 eieren. Na 12 dagen kruipen de jongen uit het ei. Ze worden dan nog 3 weken in het nest gevoerd. Na de broedtijd verzamelen de spreeuwen zich in kleine groepjes. De smeerwortel wordt bezocht door een hommel en het mannetje oranjetip. De plant werd en wordt met name uitwendig toegepast in de vorm van omslagen bij botbreuken, wonden en gewrichtsontstekingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat allantoïne de heling van wonden inderdaad kan bevorderen door de stimulering van de vorming van nieuwe cellen. De tulpenboom, geslacht Liriodendron, wordt in parken en grote tuinen vooral aangeplant om het blad en de opgaande groeiwijze en niet vanwege de bloemen. De pyjamawans leeft van diverse schermbloemeren, langs bosranden en begroeide delen van heidevelden. Zonnige plekken hebben de voorkeur en bij bewolking blijven de wansen in de schuilplaatsen zitten, zoals geuren in boombast. Het vingerhoedskruid is een 2-jarige plant. Er zijn 3 kleuren, donkerrood, lichtpaars en wit. Als je gaat wandelen in Plantloon vanuit café Het Galgenwiel, kom je over dit pad. Hier zien we het galgenwiel zelf. De gele lis staat te bloeien. De bloemen zijn van mei tot juni te zien en zijn 5 tot 12 centimeter in doorsnee. De bloem heeft een groot groen schutblad. De jongen van de wilde eend zijn al behoorlijk gegroeid en zwemmen al zelfstandig rond, op zoek naar voedsel. Pa en ma houden ze toch nog in de gaten. Na de bloei van de gele lis zitten de zaden als een rolletje munten opgestapeld in driekantige zaaddozen. Deze bevatten luchtholten, waardoor ze blijven drijven. De kamperfoelie slingert zich om andere planten en bomen heen. De bloemen hebben vooral 's avonds een sterke, zoete geur. Ze zijn in diverse kleuren. Veel voorkomend is de roze-rode
en de geel-witte vorm. De plant is vrij gemakkelijk te vermeerderen uit zomer- of winterstekken. De eigenlijke naam van het galgenwiel is Loenermeer. Het is ontstaan op 4 maart 1658 door een dijkdoorbraak door de Hoevenaarsdijk en Meerdijk bij het huidige café Het Galgenwiel. Op de plaats van deze doorbraken ontstond door het snelstromende water een diep gat, ook wel een wiel genoemd. Bij het galgenwiel zitten veel visetende vogels, zoals de reiger en met wat geluk kun je ook de ijsvogel aantreffen en de aalscholver. In tegenstelling tot vrijwel alle andere watervogels bevat het verenkleed van aalscholvers slechts zeer weinig vet. Daardoor is het niet waterdicht en wordt een duikende aalscholver drijfnat. Na een duik moet een aalscholver dus drogen. Dit doen ze door met half gespreide vleugels op een paal of in een boom te gaan zitten. Een zeer markante houding. Aan de noordkant zien we het hoefven. Het blijft een mooi gezicht. Lammetjes in de wei. De spanners zijn een familie van vlinders. Ze werden vroeger ook wel landmeters genoemd vanwege de kenmerkende voorbeweging van de rupsen. Het is een grote familie met ruim 21.000 soorten, waarvan 300 in Nederland. De rups van de Gacat aurelia verpopt na 15 à 27 dagen. Zijn voornaamste vijand zijn de vogels. De eekhoorn voedt zich met name met plantaardig materiaal als noten en zaden van sparren. Verder eten ze knotten, paddenstoelen, stukken boomschors en soms dierlijk materiaal als insecten, eieren en zelfs jonge vogels. Ook eten ze aarde om mineralen binnen te krijgen. De eekhoorn eet dagelijks 5% van zijn lichaamsgewicht aan voedsel. De holenduif maakt een plantnom graag gebruik van de oude spechtengaten. Het kleine nestje van de lantaarnspin. Het is een huisje met kleine kamertjes erin waar ongeveer 50 eitjes in worden gelegd. Het is half mei en langs de laan naar Hoevenplantloon vanaf de Mijldijk staan de rhododendrons te bloeien. Een prachtige bloem. Rhododendron komt uit het Oud-Grieks. Rhodos is roos, dendron, boom. Het is een geslacht van 600.000 soorten. De vuurjuffer, een libel, is een weinig eisende soort wat voortplantingsbiotoop betreft. Ze is tevreden met stilstaand of lichtstromend water, zoals beken, poelen, vijvers en laagveengebieden. Ze is ook niet veel eisend voor wat betreft de waterplanten waarop zij haar eieren legt. Bij deze poel, vlakbij Hoevenplantloon, staat de acacia te bloeien. Robinia pseudo-acacia. Zijn bloemen geuren heerlijk. De esdoren. Hij heeft een dubbele vrucht. Soms worden deze helikoptertje genoemd. We lopen over het smalle dijkje achter Hoevenplantloon, tussen de weilanden door. Het dijkje is eigenlijk ontstaan door de diepe sloten die er langs liggen. Er is turf gestoken. Hier zie je dat er rabatten liggen. Een teken dat het altijd vochtig is geweest in het gebied. Het is een bekende plek om reeën te spotten. Vanaf het dijkje sta je iets hoger en kijk je zo in het weiland. En als je goed oplet, dan ontdek je de reeën. Hier een geit.
En iets verderop, tussen de koeien, loopt de bok. In deze tijd van het jaar leeft de bok solitair. Hij heeft een eigen territorium dat hij afbakent. Hij markeert zijn gebied door met het gewei boompjes op enige decimeters boven de grond te ontschorsen. Hierna wordt een geurstof uit de voorhoofdklieren op de ontschorste plek gesmeerd. Tegelijk krabt de bok met zijn voorpoten aan de voet van de boom en stampt met zijn achterhoeven. Het is nog een vrij jonge bok van ongeveer 2 jaar te zien aan zijn gewei. Hij is al mooi op kleur, rood-bruin. De koningsvare is een wettelijk beschermde plant. Hij kan tot 100 jaar oud worden. De sporenhoopjes zitten bovenaan aan smalle deelblaadjes die een soort pluim vormen. De jasmijn die we in Nederland kennen behoort tot de familie van de hortensia. Deze struik komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en Noord-Amerika. Hij geurt heerlijk. Bij droog weer krimpt de Judasoor helemaal ineen. De achterste hoeve heet zo, omdat je vroeger aan de achterkant van Vijnloon stond. De boomklever broedt van eind april tot juli in boomgaten of spechtengaten. Soms broedt hij ook in gaten in muren of in nestkastjes. Hij maakt het nest niet zelf, maar gebruikt bijvoorbeeld oude verlaten holen van spechten. Hij pleistert de ingang dicht met klei, vermengd met speeksel, zodanig dat hij er zelf alleen nog door kan. Wanneer een koppeltje pimpelmezen elkaar heeft gevonden, blijven zij gedurende 1 of 2 broedsels bij elkaar en nemen ze beide de verantwoordelijkheid voor het voeren van de jongen. Het is echter niet vreemd als het koppeltje hetzelfde nest jaren achter elkaar samen gebruikt en dat het nest wordt overgenomen door 1 van de jongen. Een gemiddeld nest bevat 10 tot 12 eieren, waarvan meestal 80% uitkomt. 40% van de jongen wordt volwassenen. Het grootste deel van de pimpelmezen overleeft strenge winters niet. 16 dagen na het uitkomen kunnen de jongen het nest verlaten. De ree is prima gecamoufleerd en valt bijna helemaal weg tegen de achtergrond. Rustig steekt hij over. Een mestkever, oftewel oliekever. Vlakbij het parkeerterrein staat deze boom. En ook de koolmees heeft jongen. Hij vliegt af en aan. Een geweldige klus voor een klein vogeltje. Heel typerend voor plantloon. Altijd zie je reeën, gewoon overdag, op bijna alle weiden. En wat het mooiste is, hij staat in een wei, bij de paarden. Als je goed oplet, zie je er 2. En daar, een vos, ook overdag. Hij speurt het weiland af naar voedsel. Hij eet veel kevers, soms jonge vogels, maar ook bessen en bramen. De koekoeksbloem. Op de planten zie je vaak klodders schuim, waarvan de mensen dachten dat het spuug van de koekoek was. In werkelijkheid komt het van de schuimcicade.
Eerder zagen we al de roze vingerhoedskruid. Dit is de witte vorm. Bij de poel, net voorbij de achterste hoeve, is het altijd druk met vogels. Een zanglijster is bezig om nestmateriaal te verzamelen. Bij warm weer is het een prima plek om wat te badderen. Ook de vink doet zijn best. Hier een vrouwtje. Mos is bij uitstek geschikt om te nestelen natuurlijk. Hier nog een koppeltje vinken. Links het vrouwtje, rechts het mannetje. En hier een rood staart. En de volgende badgast meldt zich aan. Links van de hout. Een tjiftjaf. Die bommen eet in het water. En de koolmees, een mannetje. En om de verzameling compleet te maken, de zwartkop. Dan zit rechts ervan. En dan ook nog eens de bonkpieper die zich op komt frissen. Een mol boven de grond, dat zie je niet vaak. Kenmerkend voor de mol zijn de tot grote graafhanden omgevormde voorpoten met elk 5 vingers met puntige nagels en een duimpje waarmee het dier de ondergrondse gangen graaft. De mol heeft kleine, slecht ontwikkelde ogen met een diameter van slechts 1 mm. Hij is echter niet blind. De grote lijster is als het ware een zanglijster in de overtreffende trap. Neemt een zanglijster genoegen met een gewoon bos, een grote lijster wil grotere bomen, grotere open plekken en grotere slakken. Parkachtige bossen en bosranden zijn typische plaatsen om grote lijsters aan te treffen. Het bontdikkopje is vrij zeldzaam. Hij vliegt bij vochtige, grazige vegetaties langs bosranden en bospaden. De waardplanten zijn vooral pijpenstrootje en hennegras. Zijn vliegtijd is van half mei tot half juni in 1 generatie. De mannetjes zijn snelle vliegers en vertonen territoriaal gedrag, vanaf een tak of hoge graspiet. De vlinders voeden zich met nectar van onder andere braam en echte koekoeksbloem. De voorjaarsgeneratie van het kleingeaderd witje heeft opvallende aders. Maar de zomervlinders zijn soms moeilijk van een klein koolwitje te onderscheiden. De gaai vindt zijn voedsel in bomen en struiken, in de lucht en op de grond. Het betreft een breed spectrum van dierlijk en plantaardig dieet. De broedduur van de boomklever bedraagt circa 2 weken. Het vrouwtje broedt en wordt door het mannetje gevoerd. Beide vogels verzorgen de jongen. Deze vliegen na 24 dagen uit. Meestal is er 1 broedsel per jaar. Gewoonlijk bestaat het legsel uit 7 tot 9 eieren, maar soms ook uit slechts 5. De eieren zijn melkwit met grote bruine vlekken. Opvallend zijn de kleine territoria, niet groter dan 1000 vierkante meter. Bij het parkeerterreintje aan de Planloonse weg zien we de witte kwikstaart. Dit is een van de meest algemenere vogels van ons land en ook een van de bekendste. Ze zijn vaak in de nabijheid van mensen te vinden. Waar insecten te vinden zijn, daar zie je ook de kwikstaart. En je ziet wel, daar is hier geen gebrek aan.
Terwijl de ene grote bontespecht zijn nest al klaar heeft, is de ander nog volop aan het hakken. Grote bontespechten hakken hun nestholte uit in bomen, waarbij de voorkeur uitgaat naar zachte houtsoorten. Berken zijn favoriet, maar andere boomsoorten worden ook gebruikt om een holte met rondgat in uit te hakken. Een specht krijgt daarbij geen hoofdpijn, doordat de hersenen in een soort schokdempers zijn ingekleed. In de nestholte worden de eieren gewoon op het hout gelegd. De grote bontespecht maakt geen comfortabel nest voor de jongen. Dit is het vrouwtje. We zien een harige rups van de donsvlinder, een nachtvlinder. Heel even maar zien we de kolibrievlinder. En weg is hij alweer. Bij de zanglijster is het eerste jong alweer uitgevlogen. Deze jonge reebok versperde ons het pad. Reeën hebben een voorkeur voor parklandschap, bosgebied, afgewisseld met akkers en weilanden. Ze hebben een voorkeur voor loof en gemengd bos met enige ondergroei die als dekking kan dienen. De boszomen zijn favoriet, omdat ze hier over zowel voedsel, weiland en kruidenzomen als vluchtmogelijkheden de dekking van het bos beschikken. De wasachtige bloemen van de tulpenboom krijg je bijna nooit te zien. Ze zitten eigenlijk verstopt boven de bladeren. Als slaapplaats schrapen reeën 40 tot 60 centimeter grote, ovaalvormige, ondiepe legers in de bladlaag van het bos. Deze zijn zodanig gesitueerd dat ze een groot gebied kunnen overzien. Bijna altijd zijn er haren te vinden. Hier gaat hij liggen. En verdwijnt uit het zicht. Wanneer reeën fourageren, blijven met name de oudere dieren zeer alert op gevaar. Na elke paar happen kijken ze op. Het voedsel van de zanglijster bestaat uit insecten, slakken, wormen en bessen. Het groot dikkopje is ondanks zijn naam een kleine vlinder. Op zowel de boven- als onderzijde bevinden zich lichtbruine vlekjes. Het is een vlinder die vrij algemeen is van graslanden en bosranden. De vliegtijd is vooral in de zomer, juni en juli. De citroenvlinder is uitstekend gecamoufleerd en het hele lichaam is hierop aangepast. De onregelmatig oranje-bruine vlekjes lijken sprekend op brandgaatjes in bladeren. De vleugeladering is lichter en duidelijker te zien en lijkt op de nerven van een blad. Het gaat goed met de zwartkop in Nederland. Hier zien we het vrouwtje met bruine pet. Doordat de bossen steeds voedselrijker worden, vermesting vanuit de agrarische sector, neemt de hoeveelheid braamstruweel toe. Zwartkoppen profiteren daarvan. De bonte vliegenvangers zijn holenbroeders die graag gebruik maken van nestkasten. Dit is het vrouwtje. Maar ook natuurlijke nestgelegenheid, zoals verlaten spechtennesten, wordt graag gebruikt. Deze soort wordt vooral aangetroffen in loof- en gemengde bossen met open plekken en een gevarieerde structuur.
De aanwezigheid van een gekraagde roodstaart blijft vaak onopgemerkt. Het is nogal een schuwe en onopvallende vogelsoort die pas opvalt wanneer het mannetje uitbundig zit te zingen. De gekraagde roodstaart is tegenwoordig niet meer zo algemeen als enkele decennia geleden. Weilanden en grasvelden, zoals hier bij de achterste hoeve, van vochtig tot droog, en akkers voorzien spreeuwen van insecten. En als er dan ook nog visvee loopt dat de insecten opjaagt, ja, dan wordt het makkelijk om een prooi te vinden. Overdag zijn de bloemen van de nachtkoekoesbloem opgerold en hebben ze gele kleur. 's Avonds, wanneer het koeler wordt, gaan de bloemen open. Het achterlijf van de schorpioensvlieg doet ons denken aan de staart van een schorpioen. De zwavelzwam is een parasitaire zwam die onder andere op eiken groeit. Het is een helder gele of baksteenrode zwam die met name oude eikenbomen aanvalt in de zomer en vroege herfst. Een jonge ree heeft een bruinig zwarte vacht met rijen witte vlekken over de rug en de flanken. Op de bovenlip loopt een duidelijk zwarte snor. Na 6 weken vervagen de vlekken. Oorspronkelijk komt het konijn enkel voor op het Iberisch schiereiland. De Romeinen brachten het mee naar Nederland. De processierups zit vooral aan de zonnige zuidkant van de eikenstammen in eikenlanen. De nesten bestaan uit een dichtspinsel van vervellingshuidjes met brandharen en uitwerpselen. Van hun plaag is in plantloon zeker geen sprake. Als je dit ziet, een zwerm bijen, is dit geen reden voor paniek. Voordat de koningin met haar volk vertrekt uit de te klein geworden bijenkorf, zuigen ze zich eerst helemaal vol met honing. Dan hoeven ze 3 dagen niet te eten. En ze hebben zulke dikke buiken van de honing dat ze hun angels niet kunnen gebruiken. Ze kunnen dus niet prikken. Het is juli en de vlinders ontdekken de grote kattenstaart. Hier zien we de heivlinder. Normaal, de vinden natuurlijk op de hei. Maar de kattenstaart is ook heel aantrekkelijk voor hem. Het wemelt er van de vlinders, de gehakkerde Aurelia. En iets verderop, het groot koolwitje. Het groot koolwitje overwintert als pop en heeft 2 tot 3 generaties per jaar. De vliegtijd is van maart tot en met oktober. De vlinder heeft een temperatuur van minimaal rond de 15 graden nodig. De vlinder legt zijn eitjes in groepjes op de onderkant van de bladeren van onder andere kruisbloemigen. Op een groepje distels zien we de putter, oftewel distelvink. De betekenis van de wetenschappelijke naam is op distels voorkomende vogel. De naam putter heeft de soort gekregen doordat hij vroeger in kooien werd gehouden, waarin de vogel zelf een vingerhoed met water omhoog moest trekken. Een moment om nooit meer te vergeten. We staan stokstijf stil. Een ree komt onze kant op gelopen. Blijf dan stilstaan. Beweeg niet, want dan neemt hij u waar. We hebben geluk. De wind staat van zijn kant naar ons toe en hij ruikt ons niet. Reeën zien eigenlijk niet zo heel erg goed, maar ruiken en horen doen ze des te beter. En let eens op zijn neusje. Het gaat alsmaar op en neer. Maar hij heeft ons niet waargenomen, want hij gaat rustig staan knabbelen. Ook dat kunt u meemaken. Op landgoed Plantloon.
een boom wordt aangevallen door de zwavelzwam, ontstaat bruinrot, een schimmel, waardoor het kernhout van de boom krimpt en bovendien roodachtig bruin verkleurt. De stam van de boom wordt langzamerhand steeds verder uitgehold. Het mannetje, vink, heeft in broedkleed een blauwgrijs petje dat doorloopt tot in de nek. De wangen en de borst zijn diep oranje van kleur, de bovenrug in bruin en de veren zijn grotendeels zwart met twee witte vleugelstrepen. Makkelijk te herkennen. De waardplanten van het boomblauwtje zijn onder andere klimop, hulst, vlinderstruik, struikhei, vuilboom, cornoelie, grote kattenstaart, wegendoren en kardinaalsmuts. Daarop legt je ook de eitjes. Deze jonge roodborst heeft nog enkele donsveertjes. Spoedig zal hij helemaal op kleur zijn. Mooi rood van voren. Grote stinkzwam komt met behulp van een eiertand uit een vuistgrote knol die in de volksmond met heksen of duivelsei wordt aangeduid. Daaruit strekt zich in enkele uren de 10 tot 20 centimeter lange, breuze en holle steel. De hoed van de paddenstoel is dan met een groene slijmerige spoorlaag bedekt die een zeer penetrante aanscheur verspreidt. Dit is om vliegen en kevers aan te lokken. Deze bok heeft een gewei met één vertakking, een gaffel. Het aantal vertakkingen is geen indicatie voor de leeftijd. Ook een jaarling kan al een gaffelgewei of een zesendergewei hebben. Dit is erfelijk bepaald en afhankelijk van de conditie waarin de bok verkeert. De citroenvlinder is een van de langstlevende soorten die meer dan een jaar oud kan worden. De vliegtijd is van juli tot en met oktober en van februari tot en met mei. In de tussentijd wordt een winterslaap gehouden in holten in bomen of lage groene struiken, zodat de vlinder moeilijk te vinden is. Een buizerd vliegt op. In het galgewiel groeit de gele plomp, een opvallende drijfplant, met grote drijfbladeren en helder gele bloem. De vruchtlichamen van de zwavelzwam verschijnen niet elk jaar. De polyporen kunnen wel 10 kilogram zwaar worden. Als het vruchtlichaam ouder wordt, wordt het bros. Het vlees van de zwam is wit en sappig. Een jonge zwarte kraai is uit het nest gevallen. De reebok ligt zich schoon. Spoedig zal hij achter de hinders aangaan. Het is bronstijd. De reebok ligt zich schoon. Spoedig zal hij achter de hinders aangaan. Het is bronstijd. De wederik staat prachtig te bloeien. En ook het Sint-Janskruid. De platduik is net als de andere libellen eierleggend en de eieren worden afgezet in het water. Uit de eieren kruipen nymfen, die ongeveer 2 jaar in het water blijven. De jongen van de ree komen in mei, juni ter wereld en blijven bij de moeder tot in de lente van het volgende jaar. Het is augustus en de Salomonszegel draagt zijn bessen. De
dauwnetel. Biefstukswap. De meskever maakt een verticale gang die ongeveer een halve meter lang is en in een brede kamer eindigt. Alle zijgangen worden volgepropt met mest en alleen aan het einde is ruimte opengelaten voor een eitje. Ten slotte worden alle gangen met aarde afgesloten. De larven hebben voldoende voedsel tot hun beschikking en vaak meerdere jaren nodig om de ontwikkeling te voltooien. De kever komt dan tenslotte in juli uit, maar blijft tot het voorjaar in de ondraarse ruimte zitten. De winterkoning heeft jongen en daar kan hij zich enorm op steken. Hij verdedigt zijn jongen en probeert de belager af te leiden. De eerste zwavelkopjes komen. Het kleverig koraalzwammetje kun je vinden op vermomde naaldhoutstronken en stammen, op droge, voedselarme grond. De grote bonte specht is aangepast op een leven in de bomen. De tenen zijn zo geplaatst dat de vogel gemakkelijk verticaal kan klimmen. De staart is stevig en wordt tijdens het klimmen als ondersteuning gebruikt. De stevige, scherpe snavel van de grote bonte specht wordt door de vogel onder andere gebruikt om een nestholte uit te hakken, om voedsel te zoeken en om contact te maken met soortgenoten. Het voedsel wordt voornamelijk gevonden op stammen en takken van bomen, waarbij de snavel gebruikt wordt om insecten en kleine diertjes uit het hout te lokken. Hij heeft een lange roltong waarmee hij in de gaten kan en zo de insecten naar buiten haalt. Tussen het mos groeit dit paddenstoeltje. Het is de esdoornhoutknotszwam. Deze groeit op takken van esdoorns, platanen en essen. De grootte van het leefgebied van de ree is variabel en kan enige honderden hectare beslaan. In het centrum daarvan zet een dominante bok een territorium af, dat in Nederland meestal 12 tot 15 hectare groot is, maar ook tot 60 hectare kan bedragen. Hierin leven meestal meerdere geiten met kalveren. Ook deze geit heeft een kalf, wat we hier niet zien. De geschubde inktzwam komt er. Zo'n beetje vanaf augustus, na de bronst, vervagen de territoria en hervat de bok zijn solitaire levenswijze. Er is een grote tak uitgewaaid bij een beuk in het beukenlaantje achter de achterste hoeve. Het gat wordt benut door de horenaar, die heeft hier zijn nest gebouwd. De werksters verdedigen het nest. De horenaar is een typische rover die grote hoeveelheden insecten vangt en doodt om ze vervolgens te voeren aan de larven. De horenaars zelf leven van verschillende suikerrijke plantensappen en niet van dierlijk materiaal. Het gaat goed met de buizerstand. Het verbod op gebruik van zeer schadelijke herbiciden en pesticiden heeft gezorgd voor verminderde accumulatie van gif in de voedselketen. De muizenstand is daardoor een stuk gezonder geworden. Juist buizers zijn erg gevoelig voor gifgebruik, omdat ze veel muizen en aas eten. De heivlinder heeft een geweldige schutskleur. De vliegtijd van deze heivlinder is juni tot met september. Hij is zeer kwetsbaar en staat op de Nederlandse rode lijst. De rups van de Hakata Ohelia staat op het punt om te gaan verpoppen. Het blad van een brandnetel beweegt sterk snel op en neer. Wat is hier aan de hand? Een bronsvlieg zit op het blad en legt eitjes.
Hij parasiteert zo. Een insect. Maar wat voor insect? We zien de pop van de gehakkerde Aurelia. En die maakte de stuipbewegingen om zijn vijand af te weren. De Berkesman. De rups van het groot koolwitje. De zomer is weer haast voorbij. De herfst nadert. We zien de dennenvoetsman. De biefstukzwam komt tevoorschijn. Zwavelkopjes. De dikrand donderzwam. De zwavelzwam. Het is eind september en de lilietjes er dalen dragen hun bessen. De hoornaar is een typische rover die grote hoeveelheden insecten vangt en doodt om ze vervolgens te voeren aan de larven. En misschien wordt dit wel zijn volgende slachtoffer, de Atalanta. Het is oktober, de bomen beginnen langzaam te verkleuren. Hier is goed te zien waar vele insecten overwinteren, in de holle stelen van planten. Dus wat doen we? Deze laten we gewoon staan, ook in de tuin. De heel apart gevormde bladeren van de tulpenboom. De koningsvaren sterft langzaam af. Deze biefstukzwam zagen we er straks in het beginstadium. Nu is hij bijna uitgegroeid. Herfst betekent kleuren, kleuren, kleuren. En natuurlijk paddenstoelen. Hier de grote sponsman. Weer een weekje later ziet er de biefstukzwam zo uit. De oranje bekerzwam doet enigszins denken aan weggeworpen sinaasappelschillen. De beker heeft een doorsnede van 1 tot 12 centimeter. Men heeft ontdekt dat eikenhaas ons immuunsysteem stimuleert. Thans wordt onderzocht of hij de behandeling van AIDS en kanker toegepast kan worden. De reuzenzwam kan een beuk volledig vernietigen. In het najaar verblijft de schaapskudde, die normaal op de loonse en duinen loopt, een tijdje in plantloon.
Nogmaals de reuzenzwam, maar nu op eik. De reuzenzwam knijpt de houtvaten dicht, waardoor de boom langzaam maar zeker sterft. De wetenschap heeft de paddenstoelen ondergebracht bij de fungi. Een enorme grote groep van meer dan 100.000 soorten, die allemaal gemeen hebben dat zij chlorofiel, bladgroen, missen. En daardoor niet in staat zijn de voor hun bestaan noodzakelijke stoffen zelf te maken. Ze zijn daarom afhankelijk van ander organisch materiaal, dood of levend. Fungi, schimmels of zwammen zijn in staat tot het afbreken van de meest ingewikkelde stoffen dankzij een mycelium of zwamvlok. Dat is eigenlijk een soort buizenstelsel. Enkele duizendsten van millimeters in doorsnede, voorzien van complexe systemen om stoffen af te breken. Paddenstoelen zijn dan ook de opruimers van het bos en onmisbaar. De amethystzwam, ook wel rode koolzwam genoemd, is een zwam uit het geslacht van de fopzwammen, een plaatjeszwam zonder manchet. En ook deze grote afgevallen tak zal op den duur helemaal verdwijnen en opgevreten worden door paddenstoelen. De paddenstoel zet de boom om tot weer bruikbare stoffen, voedingsstoffen voor een nieuwe boom. Een heel bekende soort is het elfenbankje. Deze kun je het hele jaar door aantreffen. Heksenboter of runbloem is een slijmzwam die zich kan verplaatsen. De reeën beginnen weer langzaam te verkleuren en krijgen hun wintervacht. Bij de linker zie je nog de stippen. Dat is een jong van dit jaar. Maar ook die stippen zullen spoedig verdwijnen en dan krijgt hij zijn grijze, donkere vacht, passend bij het landschap. De witte kluifjeszwam mijt dichte gedeelte van het bos. Hij verschijnt vooral op open plaatsen, randen van wegen en paden die beschadigd zijn.
zoals onder deze boom aan de kant van het pad. Parels thuiszwam is een buikzwam. Wanneer deze zwam rijp is, komen de sporen vrij uit de centrale opening aan de bovenkant van het vruchtlichaam. De Merjansborstel is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen. De gele trailswam is opvallend geel of oranjegeel. In droge toestand verandert de substantie van geleiachtig tot kraanbeekachtig, taai en ook donkerder van kleur. De eekhoorn is nu makkelijk te zien. Hij maakt vaak gebruik van oude nesten van andere eekhoorns. Een eekhoornnest is rond met een diameter van 30 centimeter en bevindt zich in een boom op minstens 6 meter hoogte. Hij legt in de winter een wintervoorraad aan, maar houdt geen winterslaap. De melkdijk is ooit aangelegd om het water van de Maas tegen te houden bij overstromingen. De Baardwijkse overlaat was toen nog niet gegraven. Die ontwatert het gebied sinds 1766. Waar de naam Melkdijk vandaan komt, is makkelijk te raden. Ook de Reebok neemt langzaam de kleur aan van het landschap. Grijs. Leuk, drie verschillende namen voor dezelfde paddenstoel. In het Nederlands varkensoor, in het Duits ezelsoor en in het Latijn hazenoor. De kopergroenzwam. Een van de grootste kenmerken van de herfst is dat het een kleurrijk jaargetijde is. De kleur van de blaadjes aan de bomen veranderen. Langzaam van groen naar geel of rood. En vallen langzaam maar zeker van de bomen af. Paddenstoelen in verschillende kleuren komen boven de grond uit en wolkenvelden geven spectaculaire tekeningen in de lucht. De natuur verandert nu snel. Het bereidt zich voor op de winter die komen gaat. De bekendste paddenstoel en meest gefotografeerde, de vliegers. Geschubde inktzwam. De wintervlinder, een nachtvlinder die ook in de winter tegen kunt komen. Herfst, in al zijn kleurenpracht, zo verschrikkelijk mooi. Je wordt er gewoon stil van. Niets mooier dan sneeuw in de winter. Een maagdelijke deken die over de wereld ligt
en hem er aardiger uit laat zien. Met je schoenen door de knisperende witte laag die alles doet oplichten. Veel mensen krijgen een gevoel van vrede, van een schoon begin en van nieuwe kansen door zo'n pak witte vlokken. De winter is met recht een tijd van verstilling. De natuur doet even niet meer mee. Vogels fluiten niet, bladeren waaien niet. Er groeit niets dat ook maar een beetje geluid kan maken. Mensen blijven meer binnen en als er sneeuw valt, wordt er wat. Mensen blijven meer binnen en als er sneeuw valt, wordt wat er was aangeluid nog minder luid. Ook is de winter een seizoen met weinig geur. Bloemen geuren niet en bomen die nog wel geur afgeven zijn amper te ruiken, omdat er geen warmte is om deze te verspreiden. Soms is wel heel duidelijk te ruiken dat er een sneeuwbui aan zit te komen, want die pittige lucht is onmiskenbaar. Overigens is die stilte ook wel een beetje schijn, want onder de grond gebeurt er van alles. Veel zaad ontkiemt, al in december, in de grond. Dat ontkiemde zaad groeit dan in het voorjaar verder. Ook sommige dieren die in de herfst worden bevrucht, houden rekening met de winter. Het jong dat uit de bevruchting moet komen, blijft namelijk eerst heel lang klein. Als de dagen beginnen te lengen, geeft het dier als het ware een seintje dat het jong echt een spurt kan inzetten en groeit het diertje zoals het anders in andere jaargetijden zou doen. En dat geldt ook voor Capriolus capriolus, het ree.
alsjeblieft.